Daar zijn we weer. Nu is het eindelijk tijd voor de home tour. Kijk, hier zie je een beetje het contrast, zeg maar. Zie je? Ja, vreemd. Maar goed, dat zien jullie niet. Oh, de regels om te klagen. Oeh, en nu moeten we gaan kiezen, want dit is een blauwe kast. En ik vind het dus echt best wel mooi. Met zo'n werkje erin, dan een gouden knop. Of gaan we gewoon voor veiligheid? Misschien is het nog wel een leuke tip. Wat een drama, hè? Jeetje, Mina. Je kijkt wat een puinhoop dit is. Ik denk echt dat het expres is. Ik denk ook dat het expres is. Dat is zo vervelend. Dan wil je net gaan. Tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer meekijkt. Het is vandaag woensdag bij ons. En ik ben lekker thuis aan het werk. En het is vandaag zo'n lekker weer dat ik er helemaal vrolijk en blij door ben. De kindjes die zijn bij opa's en oma's. En Ramos zit op school. En Ed is op kantoor, dus ik ben lekker even alleen thuis. Zometeen komt Patricia, dat is onze fotograaf. Komt hier om wat foto's te maken. Dus ik heb mezelf helemaal opgedirkt. Ik heb ook een nieuwe jurk aan. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Alleen hij schijnt dus een klein beetje door hier. Weet je wel. Dat is zo zonde altijd. Maar goed, ik denk wel dat ik hem toch ga houden. Vanmiddag wordt trouwens ook leuk. Want wij gaan straks naar tegeltjes kijken. En nieuwe kasten en zo. Dus daar ga ik jullie gezellig in meenemen. Maar nu eerst nog even een paar uurtjes werken. Daar zijn we weer. We gaan bij het huis kijken, want er is geschilderd. Zo spannend, echt. Oh, wauw. Oh, dit is mooi, hè? Ed? Even een stomme klepje. En? Oh ja. Wauw. Ja, het is echt mooi. Alleen ik weet niet of je het zo goed op camera ziet. Kijk, hier zie je een beetje het contrast, zeg maar. Zie je? Ed en ik zijn even de planning aan het maken. We zijn namelijk onderweg naar de IKEA. Want wij hebben nu een IKEA-kast op onze slaapkamer. En ja, die is gewoon super fijn, praktisch, handig, lekker, nou, helemaal dat. Die krijgen de meiden, want hun kast die is ja, al best wel oud. En die valt eigenlijk nu al van ellende uit elkaar, dus die gaan we niet meenemen. Maar goed, dus wij gaan dus een nieuwe kast uitzoeken voor onszelf bij de IKEA. En nu zijn we een strategie aan het bepalen. Ed, die vertelt mij namelijk net wat we gaan doen. Is dat we, als we de IKEA binnenkomen, gaan we regelrecht door naar de kasten. Dan gaan we dat helemaal samenstellen. En als er dan nog tijd over is, dan gaan we naar de andere spullen kijken. Het is onlogisch dat we daar naartoe. Ik zie het helemaal voor. We kopen twee plantjes, hè? Nou, leuk, hè? En vervolgens wat er dan gebeurt, is dat we dan die kast niet op tijd klaren, want we daarna ook nog ergens anders naartoe moeten. Dat is toch niet handig? Nee, dat is ook niet handig. We gaan eerst hetgeen doen waar we komen en daarna gaan we wel lekker eventjes struinen door de IKEA. Als er nog tijd is, zeker. Ja. En puntje bij paaltje, dan is er geen tijd meer voor. Dan hebben we uiteindelijk geen zin meer, want dan ben ik gewoon gaar van alles. En dan heb ik nog steeds niks gezien bij de IKEA. Woe, dat is een beest. Gadverdamme. Ja, die kroop op mij. Nou, dan komen we eerst bij de Feika afdeling en bij de Vetskap. En dan... Maar daar gaan we nu niet kijken, want we gaan eerst naar de kasten. Dit wandje is toch fantastisch voor in je keuken. Ja, ik vind dit echt heel leuk, Ed. Niet dat rode, maar dit wel. Ja, is toch leuk. En die vloer ook. Ik had het eigenlijk best wel gewild in de keuken. Oeh, en nu moeten we gaan kiezen, want dit is een blauwe kast. En ik vind het dus echt best wel mooi. Met zo'n werkje erin, dan een gouden knop. Of gaan we gewoon voor veiligheid en gaan we gewoon voor zwart. Ja. Yeah. Ook mooi. Iets chiquer, hè? Dat zwarte. Lastig, hè, Ed? Ja. Oh, mijn beeldscherm is een beetje vies. Ga ik even met mijn rokje goed. Ed, die is blij dat het rokjesseizoen weer... geopend is. Hoezo? Nu doe je net alsof ik een of andere... Hè? Oh, sorry. Ik vind dat alleen bij jou mooi, hoor. Ja, natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, we hebben dus niks gekocht bij... Ja, trouwens, dat is niet waar. We hebben een lamp gekocht voor bij Bobby en Charlie op de kamer. Maar we hebben geen kast gekocht, want... Trouwens, een gruwelijk bruine benen zitten net te kijken. Ja, vrees. Dat ik oh, Nina, maar zo wit. Oh. Maar goed, dat zien jullie niet. Het is hier niet warm.
Het is hier niet warm. Oh, echt niet normaal. Hoe warm is het eigenlijk? 28 graden. Oh, dat is weer iets om te klagen. Kom, we gaan. Weer iets om te klagen. Maar goed, in ieder geval, het lukte dus niet. Want die kasten, die deuren, in die afmeting die wij willen. We willen, ja, het mag 3,40 zijn lang. Ja, dat was er niet. Dus het was alleen mat zwart. Maar dat was, ja, ik vond het gewoon niet mooi. Ik wil echt met een lijst, weet je wel. Dus nu gaan we toch ergens anders voor een kast kijken. Geen idee waar, dat gaan we nog uitzoeken, maar op naar de tegels. Nou, inmiddels weer aangekomen in ons nieuwe huis. Super mooie tegeltjes gezien, maar uiteindelijk toch besloten om eerst de keuken te laten zetten straks. En daarna pas voor de tegeltjes te gaan kiezen. Omdat we, ja, we vinden heel veel mooi, maar we komen er gewoon nog niet helemaal uit qua sfeerbepaling, zeg maar. Dus dat gaan we later doen. Wel echt super mooie dingen. Ja. Maar goed, nu is het eindelijk tijd voor de home tour boven. Want ik dacht, het is wel leuk om het in twee etappes te doen. Want anders ga je nu echt 5 minuten lang horen hoe ik aan het vertellen ben wat al allemaal wat is. Dus ik ga gewoon beginnen met de slaapkamers. Want die kan ik wel lekker laten zien. Nou, je gaat dus eerst naar boven. En we hebben hier dit erop gelegd zodat de trap niet beschadigt. Misschien dat we trouwens deze trap nog gaan schilderen, maar dat weten we nog niet zeker. Nou, dan gaan we eerst naar onze slaapkamer. En die is dus nu geverfd. En dat is dus zo geworden. En ik ben er heel erg blij mee. Want ik denk, als je dit zeg maar helemaal met de vloer straks ziet. En dan een hele mooie grote groene plant. Dat we dit echt heel mooi lekker warm zeg maar kunnen aankleden. Dit is echt vandaag trouwens letterlijk geschilderd. Verder gaan we dan hier een grote kast neerzetten. Er komen natuurlijk allemaal nieuwe raambekleding. Voor deze dingen wil ik heel graag zo'n... Ja, hoe noem je zo'n ding? Hoe noem je zo'n ding, Ed? Zo'n omhulzing, zeg maar, weet je wel? Het lijkt me dus heel erg leuk dat je dan van die kappen, zeg maar, over de verwarming hebt. Want ik vind die verwarming gewoon niet mooi. Maar dat komt allemaal later wel. En dit zijn dan de andere ramen in de slaapkamer. En dan kijk je zo uit op de tuin. Kijk. Zo. Dan kijk je zo uit op de tuin. Dus dat is heel erg leuk. En dan hebben we hier de badkamer. Maar het is niet zo boeiend om dat te laten zien. Want die gaat er natuurlijk gewoon helemaal uit. Begin juli. Dus ja, het is niet heel boeiend om te laten zien. Het is allemaal heel oud. Maar goed, dat gaan we dus nog doen. Dan gaan we naar de andere twee kamers. Zoals bijvoorbeeld deze van de meiden. En ja, hier zit ook de kleur op. En zoals je ziet, het is een hele mooie lichte kleur. Dat is die Kind Glow. Als je denkt van waar heeft het over, dan check even de vorige week vlog. Want daar laat ik alle kleurtjes ook in zien. En ik vind deze echt super mooi geworden omdat hij heel subtiel is. Heel leuk voor de meiden. Ja, en hier moeten we dus ook nog raambekleding allemaal gaan doen. En dan hebben we nog de slaapkamer van Ramos. Dat is deze. En hij heeft zo'n leuk hoekje, dat vind ik helemaal leuk. Raam moet nog gedaan worden uiteraard. En bij Ramos hebben we nu ook een kleurtje en dat is weer deze. Dit wandje moet nog gedaan worden, dus dat komt later. Ik denk dat ze trouwens dit morgen gaan doen. En dat komt ook met die kleur. En dan ja, heb je zo lekker zo'n hoekje zo. En ik denk dat ik daar een leuk bankje of zo ga maken voor hem. En ja, dan de kast, het bed. Ja, dus dat is zijn kamer. En toen was het weekend. Ja, het is ineens gewoon alweer... Even uitmijden. Moet je maar heel even kijken. Het is alweer vrijdag. Einde van de middag. En dat irritante schermpje. We hebben even een dag overgeslagen. Nee, doe maar niet, schatje, anders kan je daar niks meer zien. We hebben even een dagje overgeslagen, want ik was gisteren echt zo druk aan het werk. Dat het niet heel boeiend was om dat te vloggen. En vandaag was ook een hele leuke dag, want ik heb vanochtend ook gewerkt. Maar vanmiddag ben ik lekker met mijn moeder en met Ramos samen naar de stad geweest. En de meiden die waren een extra dag op het kinderdagverblijf. Dus dat is helemaal chill. En ik heb hele leuke dingen gekocht. Normaal ben ik altijd zo iemand die dan gaat en dan uiteindelijk met niks thuis komt. En nu heb ik gewoon een hele tas vol. Dus dat ga ik gezellig even lekker aan jullie laten zien. Zometeen. Nu ben ik op Ed aan het wachten. En Ramos is even lekker buiten aan het spelen. De meiden die zijn moe. Die kijken even tv. En ik had vanochtend al gekookt. Dus dat ga ik zometeen even opwarmen. En dan kan het weekend beginnen. Ja, ja. Ik heb vandaag een nieuwe zonnebril gekocht. Kijk. Vind je het? Ja, heel leuk. Ja? Vind je het mooi? Ik heb een foto. Mooi, hè? Zeker. Vandaag gekocht. Ja, wat doe je nou?
gewoon. Mooi, leuk, hè? Ja, heel leuk. Ik ben helemaal blij mee. Ik was zo lang op zoek naar een zonnebril. Wat een gezelligheid. Jee, het is weekend. En ik heb lekker gekookt. Risotto heb ik gemaakt. Dus. Eeuw. Hoezo eeuw? Nee. Oké. Okay. Nou, proef eerst maar. Het is heel lekker. Ik was dus vanmiddag gezellig met mijn moeder naar de stad geweest. Het loopt zo in zijn onderbroek. Daar moet je gewoon niet op letten, natuurlijk ook niet. En daar heb ik allemaal leuke dingetjes gekocht bij de Zeeman en bij de H&M. Dus ik dacht, ik ga die even aan jullie laten zien. Want misschien is het nog wel een leuke tip voor je. Zoals bijvoorbeeld deze pyjama. Deze pyjama's bij de Zeeman. Ja, leuk toch? Voor de meiden. €5 per stuk. Nou, ik vind het gewoon lief. Want ja, het is gewoon een leuk pyjama'tje toch? Even kijken. Dit had ik ook bij de Zeeman. Een soort van, ja, het is geen tuniekje. Want het is, daar is te kort voor. Maar meer een shirtje. Ook maar €4. En even kijken. Oh ja, deze had Ramos uitgekozen. Want hij mocht iets uitkiezen. En hij wilde graag dit bakje hebben. En hij wilde ook graag deze bakjes hebben. Die zijn van de Hema. Die trouwens ook. Van de Hema. En daar zitten dan ook nog bakjes in. Makkelijk voor mee naar school te nemen. Verder had ik ook deze nog bij de Hema. Voor van die ijsblokjes te maken. Want die hadden we niet meer. Aardbeidjes. En ik had deze nog bij de Zeeman voor de meiden. Van die leuke, hele schattige hemdjes. Met broekjes erbij. Ja, het is toch te lief. En ik had die broekjes ook nog in het wit. En nog een hemdje. En ja, dat. En dan voor mezelf. Dit hele leuke basic shirtje bij de H&M. Als je dit dan bijvoorbeeld op zo'n spijkerbroek doet, is dat heel leuk. En ik had deze. Die is ook zo leuk. Het is een kort blouseje met korte mouwen. Kijk. Korte mouwen. Ook heel leuk voor op een spijkerbroekje. En ik had deze jurk. Ja, nu is het echt een beetje zo'n zak als je hem ziet. Maar zo'n hele mooie zwarte lange jurk die je gewoon heel makkelijk aan kan doen. Dus ik ben helemaal blij. Helemaal leuke dingen gekocht. Ching ching. Proost met mezelf. Hoe voel jij er ook bij? Nee, ik ben uitgeteld. Hou je telefoontje. Nee, ik ben nog even mijn laatste dingen doen. Ik denk serieus. Ja. In tijden. Of in tijden, misschien is het helemaal niet waar. Ik heb echt heel hard gewerkt. Ja, yeah, I know. Ik ben helemaal graag. Snap ik. Het was weer een weekje wel, hè? Oh, jongens toch. Morgen gaat hij lekker een bankje kopen, hè? Tegeltjes eruit halen. Leidingjes verleggen en zo, dat soort dingen. Wat een drama, hè? Jeetje, Mina. Oh my god, Etty is bezig met het slopen van de tegeltjes in de bijkeuken. Maar wow, wat een werk is dat. En herrie ook, niet te doen. Moet je kijken wat een puinhoop dit is. Dit muurtje is gedaan. Dit moet allemaal nog. Hoe lang, en dit moet nog. Hoe lang ben je al bezig? Heel erg. Dit is wel ook al klaar, ja precies. Dit wordt allemaal glad gestuukt. Maar ja, moet wel eerst alles eraf. Oh, ik ben zo blij met de kleur van de muur uiteindelijk. Kijk hoe mooi. En als je daar dan wat groens bij zet en zo. En een beetje houtachtig. Wordt echt heel erg mooi. Kijk. Ja, helemaal blij mee. En dan dit is dan gewoon wit. Ja, ik ga even wat poetsen in de slaapkamer. Want we hebben hier een wandje met een beetje groenig, zeg maar. Tenminste, dat is de Frans balkondeur. Die is helemaal groen. Dus dan ga ik even afpoetsen. En verder kan ik eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Want ja, weet je, er wordt hier zoveel gedaan ook, dus stof en zo heeft dus heel veel zin. Dus ik ga dit even lekker afpoetsen om soort van toch nog bezig te zijn of zo hier. Dit is het blouseje wat ik dus gisteren had gekocht. Leuk, hè? Helemaal blij mee. En uiteindelijk hebben we dus voor witte deur gekozen met een zwarte klink. Ja, een compromis. Wat ik trouwens wel heel erg mooi vind, hoor. Kijk. Mooi, hè? Ik weet niet of de andere kamers al zijn gedaan. Ja, daar. Dat hok heb ik trouwens nog niet aan jullie laten zien, volgens mij. Maar hier hebben we dus nog een heel hok. En dat is super ruim. Kijk. Daar gaan we dan onze wasmachine en zo allemaal neerzetten. En hier moeten we nog even kijken. Dan hebben we hier nog een hele grote zolder, maar er zit geen vaste trap in. Ook daarin weten we nog niet helemaal wat we daarmee gaan doen. Zitten hier al klinken? Oh ja, hier zitten de klinken ook al, zie je. Yes, leuk.
heb helemaal van een onrustige dag de hele tijd. Want Ed is helemaal flink aan het klussen en zo. En er moeten echt superveel dingen gebeuren. Maar ik kan eigenlijk letterlijk niet echt iets doen. En ik heb continu het idee van oké, ik moet ook iets doen. En mijn moeder kan nu oppassen. Dus laat ik de tijd goed benutten. Maar ja, ik weet niet. Ik weet het even niet. Dus ik ga nu de hond van mijn ouders halen en uitlaten. En daarna ga ik denk ik even wat dozen halen om toch alvast wat winterkleren of zo in te pakken. En Ramos gaat even bij ons nieuwe buurmeisjes spelen. Dus dan ga ik dat maar doen en dan een beetje inpakken en dan, ja, I don't know. Ga je mee, Ramos? Yeah! Ramos heeft zijn voetbalpak nog aan. We zijn vanochtend naar voetbal geweest, hè? Nee, ja. Ramos, ja? Waarom kom je minder in de weekvlog voor? Geef zelf maar antwoord. Waarom ben je niet zo vaak te zien in de mama's weekvlog? Heb jij daar een antwoord op? Nee, ik ook niet. Er is dus geen specifieke reden voor. Behalve dat hij 4 is en naar school gaat. En dan dingen gewoon lopen zoals ze lopen. Maar verder, don't worry about it. Verder niks aan de hand, zeg maar. Dit is toch het allerliefste twinsetje ooit. Kijk. Charlie heeft een oversized, beetje gelig shirt aan. Laat je majootjes zien? Of je broekje, wat is het? Kijk hoe schattig. Wacht, je ziet het niet. Oh, kijk. Ja, met zo'n broekje. En Bobby heeft dit broekje met het roze oversized aan. Lief, hè? Van de Zara. Net gekocht. Ja. Dus het is wel een tip. Als je 1 meisje hebt, dan gewoon voor 1 meisje. Maar als je dus twins meisjes hebt, dan is dit echt heel leuk. Dit is het allerlekkerste ooit. Zit lekker op de bank. Pizzatje erbij. Love Island. Heerlijk. En we hebben... dit is heel lekker. Mozzarella, basilicum, tomaat. En we hebben deze. Met lekker allemaal, ja, dingetjes. Eet smakelijk. Ken je dat? Dat je gewoon net luiers hebt geschoond en dat dan echt nog geen 5 minuten later die luiers volgekakt zijn. Ik denk echt dat ze dat expres doen. Ik denk ook dat ze dat expres doen. Dat is zo vervelend. Dan wil je net gaan. Ze doen het ook best vaak trouwens. Ja, ja, en dan ben je net klaar en dan is alles aan. Schone luier, broek, schoenen. Ben je helemaal klaar, tenminste. Bijna dan. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Dat vind ik zo irritant. Maar goed. Er zijn erge dingen in de wereld, ik weet het, maar ja. Klopt. Ja. Anders ga je even schoon. Ik maak jouw chef even schoon, want ik ging boterham spelen. Ja, en ik ben aan het afwassen. Lekker hoor. Ik ben er wel eens wat benieuwd. Nou. Of mannen net zo vaak de luiers schoonmaken thuis, als dat ik dat doe. Bij de kijkers. Ah, dan, jij wil nu een soort van veer in je eigen reet steken om te laten zien hoe goed jij eigenlijk bent in het vaderschap. Nee, ik ben wel benieuwd naar de reacties. Oh. Ik denk wel dat jij beseft dat ik het heel vaak doe daar niet van. Maar dat is niet de reden van de vraag. Oh, ja, ja. Hoe vinden jullie trouwens mijn nieuwe pekske? Lekker. Helemaal in 1. Pieces is die van. Wat zeg je? Oh, wat lekker hier. Wij zijn lekker onderweg naar een leuk strandje in Breda. Het is zo lekker weer. Echt. Ik hoop dat er een plekje is, hè, Ramos? Oh, het is echt fantastisch, dit. Lekker hoor. Wat doen jullie? Baba. Eet smakelijk allemaal. I wanna be right where you are.